Gewapend met grote messen overvallen twee mannen een supermarktje in Schiedam. Ze komen binnen, schreeuwen dat ze geld willen en tonen zich kieskeurig wat betreft het merk sigaretten dat ze eisen. De mannen staan op beeld. Dit is de Poolse supermarkt Tani Polo's Klep aan de Kamerling Onderslaan in Schiedam. De winkel is op dinsdagavond 6 oktober om 9:10 nog open als twee mannen binnenkomen. Die hadden grote messen bij zich en daarmee hebben ze het personeel, twee in totaal, bedreigd. Ze vroegen om geld en dat deden ze in het Engels. Money, money. Nou, een van de medewerkers ging mee naar de kassa en die pakte daar het briefgeld en legde dat op de toonbank. Maar ze wilden meer geld, dus vroegen ze ook in het Engels weer more money. Nou, dat kregen ze. Ze kregen muntgeld uit de kassalade. En uiteindelijk vroegen ze ook nog om sigaretten, om precies te zijn om Marlboro. Nou, een paar pakjes sigaretten werden voor ze neergelegd, die pakten ze. En vervolgens vluchten ze de winkel uit met de sigaretten en het geld via de Franklinstraat vertrokken. Ze spreken dus Engels en ze roken waarschijnlijk Marlboro. Er zijn camerabeelden van de twee overvallers die met grote messen zo'n zaak binnenkomen. Dus die willen we uiteraard graag pakken. Mogelijk dat de kijker van bureau Rijnmond hen herkent aan de beelden. Of misschien in combinatie met de kleding of in combinatie met elkaar. Heeft u informatie, bel dan met de politie 0800 60 70. Bellen met Meld Misdaad Anoniem kan ook 0800 7000.